Lieve mensen, ja, inmiddels weten jullie dat ik bij de laatste drie zit. En als je nu denkt van welke laatste drie, dan heb je wat gemist. Ja, heb je heel belangrijk nieuws gemist. Nee, lieve mensen, ik hoop dat jullie het niet gemist hebben, want ik zit bij de laatste drie genomineerden voor de leraar voor een jaarverkiezing. Het is echt heel bizar. Ja. Dat is het. En ben jij nou benieuwd wat nou de precieze woorden waren van Ali B en Prins Constantijn? Dan moet je even lekker blijven kijken naar deze vlog. En lieve mensen, ik denk dat jullie me echt waarschijnlijk weer gaan uitlachen of gaan haten nu. Maar ik ben echt oprecht blij met al jullie steun de afgelopen jaren dat ik dit heb mogen doen. Samen met jullie, dat meerdere van jullie mij hebben opgegeven voor deze verkiezing. Dank jullie wel. En lieve mensen, iets met winactie of iets dergelijks, dat ga ik bekendmaken via mijn Insta. Niet meteen als je deze vlog hebt bekeken, staat het er al, maar hou het goed in de gaten. Want ik ga het één deze dagen ga ik het bekendmaken. Ja, dus geen stress, geen paniek. Maar, lieve mensen, waar ik wel paniek van krijg, is dat 84% van jullie die zitten te kijken, nog niet geabonneerd is. Dus doe het even lekker, dames en heren. Laten we samen, iemand zei het zoiets als van de 10K-squad. Laten we samen naar die 10K toe gaan. Lijkt me echt superleuk. En anders maar niet. Maar goed, het lijkt mij heel tof in ieder geval. Maar lieve mensen, ik laat jullie niet langer in spanning. We gaan nu snel kijken naar hoe deze bekendmaking precies in zijn werk ging. Het is in ieder geval echt een bizar moment. En ik was echt wel een klein beetje, niet heel veel, maar echt een klein beetje zenuwachtig. Klein beetje. Niet heel veel. Ik ben ook zenuwachtig. Oké, ik zeg let's go. Oké, lieve mensen. Ik ben echt best wel een beetje gespannen, zeg maar. Waarom? Nou, iets met leraar van het jaarverkiezing. Het gaat er vandaag om, er worden 3 geselecteerd uit 10 genomineerden. En ik hoop heel erg dat ik erbij zit. En ik ga jullie meenemen of ik erbij zit. En helaas gaat dit digitaal. Want ja, iets met corona en zo. En natuurlijk, de organisatoren hadden dit ook liever gewoon fysiek gedaan. Maar goed, het is fijn dat het op deze manier kan. En daarom zien jullie daar vaag ergens in de achtergrond iets met een Zoom-achtige meeting. Oké. Ik ben er klaar voor. Ik ga op het knopje drukken Join Meeting in Browser. Ik ben heel benieuwd. Dames en heren, hier gaan we. Ik vind het oprecht spannend. En welkom. Hoi. Hoi. Oké, daar zitten we dan, lieve mensen. Daar zitten we er klaar voor, zoals jullie zien. Ja, welkom. Dankjewel, Dirk. Welkom allemaal. Welkom bij deze leraar van het jaarverkiezing 2021. Een heuse online editie. Super gaaf natuurlijk dat we deze uitdaging ook aan zijn gegaan. Het is echt gek dat er nu 50 van jullie aanwezig zijn en 40 genomineerden, allemaal online. En vandaag gaan jullie dus uitmaken wie van de 10 genomineerden per sector teruggaan naar 3 per sector. Ik heb gewoon kriebels in mijn buik, joh. Hou eens op, joh. Dat is normaal. De eerste gene die iets voor jullie wil zeggen is deze persoon. Onze zijne koninklijke hoogheid, Prins Constantijn, heeft ons iets te vertellen. Wauw. Ik haal jullie even mee. Gaan we. Het is voor mij een grote eer en plezier om jullie te mogen toespreken. Alle kandidaten voor de leraar van het jaar. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden hoe ongelooflijk belangrijk het leraarschap is voor de toekomst van onze maatschappij, maar vooral ook voor onze kinderen. En tijdens corona zien we hoe belangrijk het is om de kinderen aangehaakt en gemotiveerd te houden en hoe belangrijk de rol van de leraar daarin is. We zien ook dat het onderwijs nog heel veel innovatie kan gebruiken en goede ideeën, goede inzichten. En die hebben jullie. Jullie zijn ervan de voorhoede. En ik hoop dat deze prijs jullie dan ook meer vleugels geven, jullie ideeën meer en beter verspreid worden, zodat het onderwijs baat kan hebben van jullie ongelooflijke kwaliteiten. Dus voor mij zijn jullie allemaal winnaars. Ik hoef ook gelukkig niet te kiezen, maar ik wens jullie nog heel veel succes in het verloop van deze prijs. Succes en ga door met jullie ongelooflijk belangrijke werk. Wauw. Oké, een boodschap van Constantijn, die jullie. De tweede prominent die ook iets voor jullie te vertellen heeft, is degene die eigenlijk de presentatie zou doen van de Big Improvement Day. Ik pak jullie er weer bij. Maar hij heeft ook een boodschap voor jullie, dus luister even mee naar Ali. Ja. Ali B. Lekker zeg. Ja, dat is een begrijp. Dat is een goed avond. Yo, Ali B hier ook vanuit het huis, vanuit mijn hart. Heel veel respect voor alle leraren in Nederland. We hebben jullie keihard nodig. Jullie zijn onze verlengstukken.
We vertrouwen onze kinderen aan jullie toe. Dat betekent super belangrijk voor ons zijn. Ook tijdens deze komende tijd dat het super belangrijk is wat jullie doen. Jullie inspireren de kids. Jullie dragen bij een zelfbeeld en een wereldbeeld. En dat is ja, essentieel. Dus bedankt daarvoor en ik zie jullie de Big Improvement Day. Later. Hoe vet is dit, Ali B. In deze de video heb ik gisteren. Even heel kort voor jullie, er zijn allemaal video's nu van iedere sector met de 10 genomineerden erin. Een soort van mashup van alle ingezonden video's. Want wij moesten namelijk een video insturen en dit is daar een soort van verzameling van. Ik ga snel weer luisteren. Dat is echt heel tof gedaan namelijk. Dit is al sowieso heel gaaf als je hier tussen zit toch? Dat is toch? Deze gaan we door naar degene van het voortgezet onderwijs. Hoi, daar ben ik. Woehoe! Yes. Oeh, lieve mensen. Ja, daar zat ik bij. Ja, hey, toevallig. En dan de ja. Laatste categorie die we graag jullie willen voorstellen, is de laatste categorie van het middelbaar beroepsonderwijs. Het is echt super spannend, dames en heren. Ik heb een partijtje hartkloppingen, jongen. Daar word je bang van. Daar word je echt bang van. Oké. De volgende categorie is de categorie voortgezet onderwijs. En daarvoor wil ik graag het woord geven aan Lucelle Meneer. Maar die is net in en uitgesprongen. Dus die is op dit moment op de link aan het klikken en die wil er weer inkomen. Oh jee. Dus om het nog even wat spannender te maken. Nou, inderdaad, ja. Allemaal. Nou, ze geeft dan dat ze erin wil, bezit op de achtergrond, maar allemaal te hebben. En dat is het ding allemaal. Wat een toppen. Dus laten we het nog even over. Nee, en dan komen we bij mijn categorie uit het middelbaar beroepsonderwijs. Nog even wachten, dames en heren. Eerst MBO en na het VWO. Ja, nu zijn we beide. Ja, ik ben er weer. Yes. Ik hoor jullie wel slecht. Yes, daar gaan we. Dus ik hoop dat het goed komt. Nou, dan ga ik het woord aan jou mee. Oké, daar gaan we. Ja. Ik ben zo benieuwd. Mag ik beginnen? Nou, nu wordt het spannend. Wat kun je wel zeggen, Lucelle? Laat ze maar zien, de genomineerden. Daar gaan we. Dit zijn de winnaars uit de categorie voortgezet onderwijs. Ismael Aksanay. Comenius Beroepscollege Capet. Tuurlijk, uiteraard Ismael, topper. Roy Helmond. Yes! Lekker zeg! Ja. Ja, oh, dit is tof, hé. Oh, wat fijn. Woehoe! Gefeliciteerd, allemaal. Gefeliciteerd. Daarna wil ik heel graag naar Roy. Hallo. Een goede band. Hi Roy, gefeliciteerd! Een goede band tussen leerling en leraar is ontzettend belangrijk voor de intrinsieke motivatie. En het maakt dan niet uit welk vak je geeft. Sterker nog, ook al vinden leerlingen jouw vak misschien niet het meest toffe vak wat er is, dan doen ze het nog voor jou. En waarom doen ze dat? Nou, als ik een docent had die zo vol passie het lokaal altijd binnen zou komen, zou ik dat gevoel ook hebben. Je straalt altijd uit dat je er zin in hebt, maar ook dat je dol bent op je werk. En wat wij zo mooi vonden is dat je in alle kwetsbaarheid ook aan iedereen, niet alleen aan leerlingen, maar ook aan docenten, zowel binnen als buiten de school ziet, laat zien wat je doet. En daarmee ben je nu eigenlijk al een grote inspiratiebron. Want jouw enthousiasme, jouw uniekheid werkt aanstekelijk. Ik zou zeggen, laten we samen in Nederland wakker gaan schudden met mooie ideeën van jou. Heel tof. Dankjewel, Lucelle. Dankjewel. Dankjewel lieve mensen, jullie hebben mij genomineerd. Leerlingen, ouders van leerlingen, mensen buiten het onderwijs die mij volgen via mijn YouTube kanaal, via mijn Insta. Dank jullie wel. Ik ga nu behoorlijk even een feestje vieren. Dankjewel jongens. Doei.